Goedenavond. Afgelopen zondag pakte Wit-Rusland journalist en activist Protasevich op. Hij schreef kritische artikelen over de regering en organiseerde demonstraties. Aan tafel zit Oost-Europa-kenner Johan Grünbauer. Welkom, meneer Grünbauer. U heeft een paraplu meegenomen. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, niet omdat het hier regent. Ik denk niet dat het dak hier lekt. Nee. Maar het is zo, om even aan te geven hoe de situatie in Wit-Rusland is. Deze paraplu was het, de kleuren althans, wit-rood, wit. De voormalige, laten we zeggen, de vlag van het bevrijde Wit-Rusland, wat even na de Sovjet-Unie heeft gewapperd en al vrij snel weer teruggezet is naar de vlag wat het nu is. Dezelfde Sovjet-vlag, maar minus de hamer en sikkel. Van Lukashenko. Dit was het symbool. En als je met deze paraplu, om even aan te geven wat de situatie nu is, als u met deze paraplu door Minsk loopt, dan wordt u gelijk opgepakt. Zo. Dus dat is al genoeg reden om opgepakt te worden. Ja. Alleen die paraplu of die kleuren. Kleuren, als je kleuren wit, rood, wit, als ik bijvoorbeeld twee witte sokken heb en een rood t-shirt, dan ben je al verdacht. Ja. En zeker is dat voor... Nou, als Nederlander zal je dat niet zo gauw doen, maar een Wit-Rus, als hij woont in Minsk en die gaat dat doen, dan, of die parkeert twee witte auto's, zet er een rode tussen, dan ben je gelijk al verdacht en dan word je opgepakt. Zo. Ja, zo is het. Zelfs op die manier, zonder iets te zeggen, zonder enige uitspraak te doen, is dat al... Het zo repressief is Lukashenko op het ogenblik. En als er proportioneel, disproportioneel geweld gebruikt wordt door de ordentroepen, zijn ze bijvoorbeeld al vrijgesteld van straf. Er is geen enkele persoon van de ordentroep die tot de orde is geroepen dat die mensen hebben geslagen met een knuppel. Hij zegt, die zijn gaan van tevoren al vrij uit, heb Lukashenko ook verklaard. Wauw, hele heftige situatie. Nou is afgelopen zondag ook een hele bijzondere situatie. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat is heel bizar. Dat een vliegtuig dat die... die Roman die zelf heel veel gedaan heeft, die trouwens in 2017 al een confrontatie had en het land uitgevlucht is, naar, eerst naar Polen en later naar Litouwen. Die heeft daar met Nexta Live heeft hij een channel opgezet met Telegram. In Telegram, waarin hij stimuleerde de demonstraties tegen Lukashenko. Dus ik zou zeggen de wit-rood-witte demonstraties. En dit deed heel slim, want hij wist gewoon ook waar de ordentroepen waren. En als je op dat plein gaat demonstreren, dan heb je voorlopig geen last. Want voordat die ordentroepen er zijn, dan gaan jullie gauw weer weg voordat je gearresteerd kan worden. Dus hij stuurde dat op die manier. Hij stuurde dat op een fantastische manier aan. Wat zegt dat nou over Wit-Rusland, dat zij het voor elkaar krijgen om een vliegtuig te dwingen om te landen? Om die Roman Protasevich op te pakken? Nou, om een vliegtuig te dwingen om te landen met een MiG-straaljager is natuurlijk de facto niet zo moeilijk. Maar dat je dit doet terwijl de internationale afspraak is van vrije verkeer. En je doet het op deze manier. Er zitten hele grote vraagtekens van in hoeverre je nog betrouwbaar bent. En ook de landen die dat niet veroordeeld hebben, zoals Rusland, dat is nog verstrekkender. Je kan zeggen, als Rusland dat niet veroordeelt, kan je het voor Rusland ook verwachten. Ja. En wat heeft dan nog die afspraken voor zin dat wij met vliegtuigen om naar Indonesië te gaan, je vliegt over Rusland. Ja. Dat Rusland niet zo'n vliegtuig een keer op zou pakken, want er zit iemand in die we toch even eruit moeten halen. Ja. Een gevaarlijke situatie. Het is een enorme gevaarlijke situatie die hier ontstaan. En ik denk dat de Europese Unie dat heel goed hebben begrepen. En zo snel met elkaar eens waren om tot dat besluit te komen maandagavond. Ja. Als we nog eventjes inzoomen op die Roman Protasevich. Hij is activist. Wat doet hij verder allemaal? Hij was eigenlijk, hij heeft een poos in Praag gezeten. Daar heeft hij een studie gemaakt van Václav Havel. Hij heeft ook in dat instituut van Slavel heeft hij ook in gewerkt. Dus hij is de ideeën van dissident zijn en vrij zijn en de leugen die heerst, dat heeft hij tot zich genomen. En zodoende heeft hij ook die demonstraties die allemaal in principe en ook steeds ook gebleken vrij waren van geweld. Het waren de ordentroepen die pakten iedere keer het geweld, die gebruikten geweld. Heeft er zo weten te stimuleren dat daar nooit van echt geweldspraak is geweest. En hij heeft gezorgd dat die demonstraties tot enorme grote hoogte, dat elke Wit-Rus zich eindelijk eens kon uitleven. Zeggen, we zitten al zo lang onder de knoet. Ja.
En toen kunnen we eindelijk eens, we zijn vrij van de angst. Hè? Dat is ook een thema van Havel geweest. Ja. We zijn vrij van de Havel, vrij van de angst om dit nou eindelijk eens te uiten na zoveel jaren. Ja. Is er tussen deze Roman Protasevich en bijvoorbeeld de oppositieleider Navalny in Rusland, is daar een vergelijking? Er zijn overeenkomsten. Hè? Ze zitten allebei in de gevangenis. Ik zou zeggen, Navalny heeft iets van, ik zou bijna zeggen, die heeft iets presidentieels. Die zou, als Poetin komt te vallen, zou die president kunnen worden. Ja. Dat zou ik van Roma niet kunnen zeggen. Nee, nee, het is ook nog heel jong natuurlijk. Heel jong, het is een iemand, noem je dat, uit een millennium. Dus die, ja, hij is net begonnen en heel enthousiast met het nieuwe medium. Ja. Waar trouwens ook Navalny gebruik van maakte. Met zijn YouTube-films. Ja. Maar ik denk dat, dat Navalny toch wat meer in zijn mars heeft. Okay. Denkt u dat Poetin ook op de hoogte is geweest van deze arrestatie? Nou, dat moet haast wel. Als we weten dat de grensbewaking, dus het afweergeschut, omdat ze om de grens natuurlijk heen, dat die, dat het gezamenlijk door Wit-Rusland en Rusland wordt gedaan. Dat wordt dus een gecoördineerd gebeuren. Dus Lukashenko had het nooit buiten Poetin om kunnen doen. Nee, dus dat is ook de reden waarom hij het niet veroordeeld heeft. Omdat hij er gewoon eigenlijk van tevoren over. Ja, en kijk, ik heb ook soms het idee dat gevoel krijg ik ook, dat Wit-Rusland dezelfde positie gaat innemen als, en dan spreek ik voor mezelf, als Donetsk, dus in Oekraïne. Mm-hmm. Een soort proeftuin van Lukashenko, doe jij eens dingen, doe ik even niet. Dan kijk ik de andere kant uit en kijken wat de reacties zijn. Ja. Hoe ver kunnen we gaan? Ja, precies. Dus ze geven elkaar daar de ruimte in. Nou, andere Europese regeringsleiders hebben de acties wel keihard veroordeeld. En, gelukkig. Ja, dat is terecht. Nee, Ja, en als we dan kijken naar wat ze daar weer mee willen doen. Ze willen zware sancties op gaan leggen tegenover Wit-Rusland. Wat moeten we daarbij voorstellen? Nou, ik denk als Wit-Rusland, als ik met de Wit-Russen in de diaspora spreek. Die zeggen ook de enige manier om Lukashenko door zijn knieën te krijgen. Dat lukt je militair niet. Want de NAVO zal heus niet ingrijpen. De enige manier is eigenlijk economisch. Ja. En als nou wij zo ver kunnen gaan dat Nederlandse bedrijven, en noem ik er een paar als Vredestein en Shell, als zich zouden terugtrekken. Als wat nu gebeurt, dat ik noem dat dus twee partijen, Vrede zijn er meer natuurlijk, maar deze die zijn eens een keer genoemd. Als de Wit-Russische partijen, want ze doen zaken met elkaar. En als nu door die sancties die andere partij gedwongen wordt, die mogen niet meer zaken doen met West-Europese landen. Ook dat vliegverbod, want als een vliegtuig over een land heen vliegt, dan krijgt zo'n land er geld voor. Ja. En als vliegtuig over Nederland heen vliegt, wat naar Duitsland gaat, dat is voor ons kassa. Ja. Nou, als dat allemaal niet meer gebeurt, dan heeft Lukashenko steeds minder inkomsten. Ja. En dat zou misschien een reden kunnen, een oorzaak kunnen zijn dat misschien binnen het hele bestuursapparaat of het regeringsapparaat toch mensen zeggen, Lukashenko, je bent toch wel helemaal verkeerd bezig, dat moet toch anders. Denkt u dat hij gaat luisteren naar die regeringsleiders en het gevolg gaat voelen nee, van de sancties? Nee, het is iemand die zo primitief is, een kolgozenboer. Mm-hmm. En dat blijkt ook wel die lom met zijn, ik zou bijna zeggen, met zijn Wit-Russische klompen overal doorheen. Mm-hmm. Ja. Vindt u het wel een goede zet dat die vliegtuigmaatschappijen nu gezegd hebben van nou, we vliegen dan niet meer door het luchtruim van Wit-Rusland? Ik vind het een hele goede zet. En ik denk dat, en dat ik die vraag wat breder mag beantwoorden. Mm-hmm. Ik denk dat Lukashenko aan de ene kant ook verschrikkelijk stom gedaan heeft. Want we waren aardig op weg om het verzet in de vergetelheid te brengen. Hetzelfde wat in Venezuela is gebeurd met die Juan Guaido. Mm-hmm. Daar praat ook niemand meer over. Die was ook de ongeschreven president. Ja. Die was al door Amerika is die al gesteund. Je hoort nooit meer van die man. Maduro is de baas. Ja. Nou, Lukashenko is wel aardig om die weg op te gaan. Hè? Want we zeiden dat die Tinovskaya. Leuk dat hij in Litouwen zit, maar ik zag ook in de media dat er nauwelijks meer aandacht voor was. Nee. Nou, als Lukashenko door was gegaan, dan was dat verzet, heeft hij onderdrukt. Was hij kennelijk op een positie gekomen dat hij weer de oude Lukashenko was. Ja. Maar heeft dit nu overhoop gehaald? Dit heeft natuurlijk, ja, dit is een
een totale omkeer. Nu staat Wit-Rusland weer hoog op de agenda. Ja, precies. Want Rutte gaat vrijdag ook praten met Svetlana Tikhanovskaya, als ik dat goed zeg. Kaya, hè? Naam, maar ja. Ook om trouwens Kaya. Goed om te weten dat nog steeds haar man in de gevangenis zit. Ja. Want zij praat wel, maar haar man zit in de gevangenis. Haar man zit nog steeds vast ook op dezelfde manier eigenlijk. Ja. Ja. Verwacht u nou dat daar nog iets uit gaat komen? Ik geloof het niet. Ik vind er wel een morele ondersteuning van Rutte en van de andere regeringsleiders om te laten zien, er is een oppositie. Ja. En die is eigenlijk degene waar, die hebben recht op de regering. Ja. Tikhanovskaya heeft nooit gezegd, ik wil president worden. Als ik het aan de verkiezing heb gewonnen, het eerste wat ik doe, een nieuwe verkiezing uitschrijven. Want ik heb niet de capaciteiten. Nee. Maar ze blijkt toch een jonge vrouw, Engels, lerares Engels. Ja. En toch doet ze het onverwacht heel erg goed, moet ik zeggen. Ja. Nou, meneer Grünbauer, de tijd zit er al weer op voor dit onderwerp. Jammer, hè? Ja, het gaat heel snel. Ik wil u danken voor uw toelichting.